We staan hier op voor jullie toch wel een bijzondere plek. Heel bijzonder. Wij gaan vandaag, nou niet vandaag, maar wij gaan voor het eerst een klushuizenproject starten in Den Bosch. Dat zijn 6 kavels en daar worden 4 woningen van gemaakt voor jonge starters die zich gaan bevinden op de woningmarkt. En we praten over het plekje waar we nu staan, de Eindstraat in s-Hertogenbosch. Dat is een onderdeel van Eikendonk of valt het er net buiten? Het is onderdeel van Eikendonk. Het is een onderdeel van een herstructureringstraject. We zijn gestart met fase 1 en daar komt het einde van het jaar worden daar 70 eengezinswoningen opgeleverd. En dit is een uniek project, met name voor jonge mensen die het eigenlijk moeilijk hebben op de woningmarkt en die tegen een zeer geringe en gereduceerde prijs aan een woning kunnen komen en deze zelf op kunnen knappen. Ja, want we hebben er straks even staan te praten over dit blok. Hè, want het is echt een blok. Het zijn in eerste instantie 4 huizen waar er 6 van gecreëerd gaan worden. Nee, andersom. 6 huizen waar er 4 van gecreëerd worden. Ja, dat klopt. Dat betekent dat van de 6 woningen wordt een helft van 1 van de woningen wordt bij de andere getrokken. Zodat 4 woningen straks 1,5 woning hebben. Ja, het worden 2 bovenwoningen en 2 benedenwoningen. En wat me erg opviel is dat dit een monument is. Klopt, het is een monument. We hebben ook samen met de gemeente hebben ook afspraken erover gemaakt. En de kopers die kunnen ook begeleiding krijgen van de gemeente, van de BAM. En centjes? En een subsidie als het gaat over energetische maatregelen. Wat betekent dat? Dat is volgens mij een bedrag van rond de €1600. De aankoop van de huizen zijn voor oorlogs? De aankoop van de huizen zijn voor oorlogs. Die variëren tussen de 55.000 en de €71.000. Maar mensen moeten wel een financiering doen, omdat ze ook de woning moeten opknappen zelf, met elkaar in een kopersgroep. En daarbij worden ze begeleid door een architect. We hebben een architect gevraagd, Ineke Hulshof. Hulshof-architecten uit Delft. En zij zijn al gewend aan dit soort projecten, want in Rotterdam en in Delft hebben ze dit al eerder gedaan. Ja, dit, eigenlijk als ik het heel sec en plat bekijk, dan is dit soort het blok van Net 5. Waarin mensen met elkaar een mooi project gaan neerzetten. Want een klushuis zoals deze betekent dat ze... Ja, moeten gaan klussen. Ze krijgen de woning zoals die hier staat. Ze krijgen de woning zoals die hier staat en ze moeten met elkaar die woning op gaan knappen. Je zegt, daarvoor hebben ze wel een stukje financiering nodig. Daar is vast al een prognose op gemaakt wat ongeveer de bouw of de herbouw of de opknapkosten gaan kosten. Ja, tussen de 140 en de 170, €167.000. Dan is het huis klaar? Dan is het huis klaar. En in het meest extreme, of in het meest uiterste geval, die €167.000, dan staat er aan de achterkant ook nog een leuke serre aan. Nee, want dat is optioneel. Als mensen nog een heel stuk eraan willen bouwen, wat mag, dan moeten ze dat stuk nog extra financieren. Ja, nou even als advocaat van de duivel. Nu komt er iemand en die zegt, nou dat wil ik graag, die moet zich bij jullie inschrijven. Uiteindelijk zul je moeten gaan kiezen of er moet een bepaald soort van gunning komen. Mag die persoon dan ook met een busje vol met Polen komen? Dat wordt in de groep bepaald. Dus de groep moet dat zelf bepalen. Maar we hebben nu inmiddels 55 mensen die zich hebben, die in ieder geval geïnteresseerd zijn. En op 12 juli doen we de loting. En dan komen er uiteindelijk vier kandidaten uit. En die 4 mensen moeten met elkaar bepalen hoe dat ze dit pand gaan oppakken. Nee, maar stel nou voor dat ze echt de bouwkosten of de renovatiekosten zo ongelooflijk mogelijk, zo laag mogelijk willen houden. Mag dat dan van jullie? Maar dat kan nooit lager zijn dan die €167.000. Want dat is gewoon, dat is eigenlijk al op zijn. Dat is gewoon een basis, de basis. Het duurste appartement, of mag ik zeggen appartement, of is het echt een woning? Het is een appartement. Een dikke woning, maar wel een appartement. Oké. Dat is op de hoek Maastrichtseweg Eindstraat. Die kost €71.000. Ja. Maar de mensen die kopen, hè? Of €55.000 in de straat of €71.000 een mooi plekje op de hoek met de uitkijk over de Zuid-Willemsvaart en als je een beetje goed kunt kijken ook nog op de Hekelaan, dan heb je wel de verplichting om het op te knappen. Ja, er is een opknapverplichting. En de prijzen die we hanteren, tot €167.000, dat zijn richtprijzen. Maar als je met de bewonersgroep bijvoorbeeld veel goedkoper materiaal kunt inkopen of een goedkoper aannemer zou kunnen betalen, dan ben je natuurlijk een stuk goedkoper uit dan die €167.000. Ja, maar dat bepaal je zelf. Als je het maar kundig en goed doet, en daar zit natuurlijk de architect bij die een oogje in de zeil gaat houden. Ja, precies.
Hoe kunnen mensen die op dit moment zitten te kijken nog met jullie in contact komen? Want hoe schrijf je in? Zijn er kosten aan verbonden? Mensen kunnen bij ons en op de website, www.eikendonk.nl, op de website kunnen ze een formulier downloaden en ze kunnen ook bij ons langskomen. En dan kunnen ze zich inschrijven. Wanneer wij €500 hebben ontvangen, die later van de koopsom wordt afgetrokken, kunnen ze meedoen aan de loting. Ja, en als je niet uitgeloot bent, krijgen ze dan die €500 terug? Dan krijgen ze die €500 terug natuurlijk. Dus eigenlijk gewoon een borg om te laten zien dat je echt serieus bent. Precies.